dat we een goede wedstrijd neerzetten. Goed spelen. En dan hard verdedigen. Goede schoten nemen. Ja, en dan kijken wat er na 4 minuten op het scorebord staat. Hè? Van tevoren kun je echt, in deze competitie heb ik de ervaring dat je van tevoren uitslag niet kunt voorspellen. Ja, dus het enige wat je weet is dat je niet alles schreef en verliest. Dat is een feit. Dan vond ik het echt een hele goede week. Ik zag ze echt stappen maken, echt een mooie flow. En daar willen we gewoon op blijven bouwen. En hopelijk zien we dat nu duidelijk terug. Het zijn twee heel verschillende teams. Het is een enorm groot team, tegenstander. En wij houden ervan eigenlijk om ook heel klein te spelen met 3 guards tegelijk. Dus het is een leuke matchup. En wij weten heel goed wat ze doen. Dus we zijn er goed op voorbereid.
werken weer keihard voor. En ik vond ze heel goed on the floor denken. Ze komen met oplossingen. We wisten dat ze die 3-2 zone zouden spelen. Maar toch altijd iets waar je aan moet passen. Dat hebben we niet eerder gehad in het seizoen. Ja, ik zie het gewoon als nog een stapje. Ik zie gewoon weer een stapje daarbij. We zien wat ja, dingen waar we aan werken, die werken gewoon nu. Volgende week weer zo'n potje. Het is gewoon echt een must-win en weer een spannende matchup. En dat is, maakt het ook mooi. Dit is echt het moment van het seizoen waar je moet er gewoon staan. Je moet nu echt gewoon ready zijn.